Rogier Smit, bekend van zijn tv-optredens, is onlangs slachtoffer geworden van een ernstige inbraak, wat hij omschrijft als een groot drama. Op 23 december werd hij geconfronteerd met deze traumatische gebeurtenis, waarbij zijn auto werd gestolen en al zijn bezittingen verdwenen. Het nieuws over de inbraak heeft Rogier nog steeds van streek gebracht. De inbraak vond midden in de nacht plaats, waardoor Rogier tevergeefs probeerde hulp te krijgen van honderden mensen. Uiteindelijk heeft een vriend hem naar een veilige plek gebracht waar hij twee dagen heeft doorgebracht om te herstellen van de schok. Recentelijk verschenen er berichten in de media over Rogiers vermeende aanmelding bij een afkeerkliniek, maar Rogier ontkent dit ten stelligste. Hij benadrukt dat hij al twee jaar geen haardrugs meer gebruikt en alleen door zijn huisarts voorgeschreven medicatie neemt vanwege zijn et. Het zogenaamde intakegesprek bij een kliniek had volgens Rogier tot doel zijn jeugdtrauma te verwerken, omdat hij zijn jeugd niet als warm en liefdevol heeft ervaren.